Even kijken. Nou, ik hoop dat er nog een paar het gelezen hebben. Maar dan zie ik het wel. Ja, oké. Okay. Nou, hij staat aan. Goedemiddag. Goedemiddag. En dit is ook weer een onverwachte live. Ik had al even op Facebook gezet dat ik een live zou gaan met de sidestep kaart. Nou, ik zie al wie er binnenkomen wippen. En ik zie al één kijker, kijkster. Goedemiddag. Het is net 12 uur. Oh, wat leuk. Ja, eventjes voor mijn kleindochter. Oh, een eenhoorn. Hij was maar 12, dus ze die er ook bij gaan. Oh, wat leuk. Dan ga je weer mooi schilderen. Ja. Goed zo. Nou, veel plezier, lieverd. Ja, zo. Joe, dank je. Zo, ja, ik moest eventjes, mijn kleindochter logeert bij ons in de vakantie. En die kan heel leuk schilderen. Dus die heeft wat nieuwe dingetjes gekocht. Hallo Joke, goedemorgen. En alle anderen, nou ik weet niet of er al anderen zijn Joke, maar ik ga maar gewoon, het is nu rustig, het is vrijdag de 13e. Het is wel een godspe, hè? De 13e op vrijdag. Pietje Puk, hallo. In ieder geval, ik had gisteren dus dit kaartje op Facebook gezet. En die kan dus gewoon plat verstuurd worden. En het patroontje is van Pinterest, nee niet waar, ik lieg, van YouTube, van Jan B. Dat is een demonstratrice voor Stampin' Up. En die maakt altijd hele leuke kaarten, maar die kaarten zijn altijd dus in de 10,5-15 maat, dus de smalle maat. En dat was ook bij deze het geval. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga toch even kijken of ik een andere maat kan aanhouden. En deze kaart is het dus geworden. Ik heb hem gemaakt met het papier uit de kit, Crafty Kit Frosty Winter. Daar zitten dus allerlei leuke papiertjes in. Daar zit ook nog een mol in van Dutch Doobadoo. Ik zal het er even uithalen. Dat is dus de natekenmal, maar ik ben daar niet zo'n fan van, dus die gebruik ik nooit. Nou, er zitten van alles twee velletjes in. Het lichte, blauwe en dan dit kleurtje. Een streepje. Goedemiddag, Eugenie. Nou, ik ben benieuwd wie er het gevonden hebben. Ik zie het straks wel. Dit is een roze tint met een wit stipje. Twee keer dus. Dan zit er hier een donkerblauw met witte sterretjes velletje in. En dit zijn ruitjes. Nou, zoals je ziet heb ik hier alweer wat van gebruikt. Dit is met allemaal soort sneeuwballen. En dit zijn ook hele kleine stippeltjes. Dat is een blauw donkerblauw met een wit stipje. Dan is deze heb ik gebruikt voor de eerste kaart, de achtergrond. Er zit een velletje in met allemaal stickertjes met teksten. Die ga ik straks even kijken of ik daar wat van ga gebruiken. En dan hebben we hier nog een, even kijken, deze. En dan is dit het dekvel. En hier staat dus allemaal op wat erin zit. Nou, ik leg dat even aan de kant. En ik heb berekend dat je hem heel leuk kan maken uit een basis vierkante kaart van 27 centimeter bij 13,5. Nou, die kaart die moeten we rillen. Ik weet niet of jullie papier en pen bij de hand hebben, maar ik zet het later nog op YouTube. Schrijf ik de maten er ook bij. Je moet hem dus rillen op 1,5 centimeter. Ja, ik heb ze al getekend, maar ik zal het nog eventjes doen. 1,5 centimeter. Ik kijk of mijn geluid goed is hoor. Dat het een beetje duidelijk is. Ja, ik denk het wel. Op 1,5 centimeter, op 4,5 centimeter, op 9,5 centimeter en op 12 centimeter. Dat doen we ook aan de onderkant. Dus we zetten een hulplijntje of een potloodstipje op 1,5, op 4,5, op 9,5 en op 12,5. Dan hou je hier een stuk over van 14,5 centimeter en 13,5 centimeter hoog. Nou, dan gaan we eerst maar even rillen. Ik zal de kaart heel even daar naartoe zetten, want ik heb een lange liniaal, dus ik heb een beetje ruimte nodig. Nou, niet met mijn potlood natuurlijk, maar met mijn rilpen op 1,5 centimeter. En ik heb nu getekend op de gladde kant, de achterkant van het linnen papier. Dus ik draai hem straks om. Dit is dus op 4,5, dus er zit tussen deze rillijn 3 centimeter verschil.
tussen deze rillijn en deze zit 5 centimeter. En dan hebben we er nog eentje op 13. Nee, wat zei ik? 1,5, 4,5, 9,5 en 12,5 was het. Eventjes. Zo. Nou, die ga ik eerst even vouwen. Dat is even voorvouwen. En dan kun je gelijk, als je dat doet, kijken of die hier netjes recht ligt. Dan gaan we deze vouwen. Zo. Dan gaan we deze vouwen. En de 1,5 centimeter vouwen. Nou, de bedoeling is dat die dus zo wordt opgevouwen. Dus dan krijg je dit. Nou, die leggen we heel even weg. Want je hebt ook nog een strook nodig. Aan de voorkant. Dus een strook. Ik heb een strook genomen van 6 centimeter hoog. En 14,5 centimeter zo. Bij mij startte de erg om de seconde gaat het beeld weg. Ik vind deze kaart juist zo leuk. Hoop het snel op YouTube te kunnen zien. Ja, dat, hij komt op YouTube te staan. Ja, sorry, ik kan daar ook niks aan doen verder. Dat zal waarschijnlijk toch aan je verbinding liggen. Ik weet niet waar je woont. Ik heb het op mijn tablet ook. Gisteravond zat ik ook naar een live te kijken. En zowel op YouTube als op de live begon hij te stotteren. Ik doe dit gewoon via mijn site op Facebook, zoals ik het altijd doe. Dus misschien is het atmosferisch, ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Ik hoop, ik ga er gewoon mee door. En hij komt dus ook op YouTube te staan. Dus dan kun je altijd op je gemak nog alles terugzien, zonder haperen en stotteren. Nou, we hebben dus een strook van 14,5 bij 6. En die gaan we ook rillen. Op 1,5 centimeter en op 4,5 centimeter. Dus die ga ik ook even rillen. Ik had die lijntjes al gezet. Dat is dus hier 1,5 centimeter en 4,5 centimeter. Dus zo. Nou, die gaan we ook even opvouwen. En dan ook proberen om het zo recht mogelijk te houden. Ja, ik heb nu op het moment nog niet zoveel kijkers, dus ik weet niet hoe het in de rest van het land is. Maar goed, komt in orde. Kijk, als ik deze dus heb opgevouwen, dan komt deze hiervoor, gelijk met de onderkant. En als je het dan goed doet, dan kun je hem dus zo plat leggen. En je kunt hem ook dus zo. Ja, nou zit hij natuurlijk nog los, maar in ieder geval hij kan plat. Maar voordat je hem gaat vastmaken, moet je eerst hier dit, hier moet je dus designpapier op doen. Of je doet een mat en designpapier, dat moet je zelf weten. Ik heb nu rechtstreeks designpapier erop. En het designpapier, dat is dus breed 14 centimeter, want ik had hier 14,5. Hij is 13,5 hoog, dus de hoogte is 13 centimeter. Nou, die gaan we dus hier opplakken. Ik doe het even met tape, want anders dan gaat het misschien te snel. En ik weet niet of er in die tussentijd al iemand heeft meegeschreven. Ja, ik vind het heel spijtig, Annie. Dus je moet inderdaad maar wachten tot hij op YouTube staat. En misschien in de loop kijken. Ik heb nog meer kijkers, zie ik. Is bij iedereen, bij mij echt niet. Joke niet en Al van der Rijn ook, ja. Heel vervelend. Ik heb geen idee waardoor dat komt, want dat hebben we toch anders nooit. Nou is dit, ja, het is nu net 12 uur geweest. En ik vind het heel spijtig, lieve mensen. Maar goed, ik maak hem dus wel af en ik vertel gewoon alles. Misschien als je even opnieuw opstart, ik weet het niet. Ik zeg ook maar wat andere aan advies geven, want ik heb er echt geen verstand van. Dus misschien als je opnieuw opstart dat het dan weg is, dat weet ik niet. Het is heel jammer, want het gaat meestal goed. Nou, dit stukje, dat gaan we dus eerst nu aan de binnenkant van de kaart plakken. Ik heb de potloodlijntjes nu niet weggegumd, want ik heb hier ook geen gummetje toevallig.
Ik laat ze even zitten, want het is toch alleen maar voor de film. Of voor de video, laat ik het zo zeggen. Zo. Nou, dit is dus eerst nodig, want anders kun je er straks niet meer bij. Zo. Dat is dat. En nu moet dus deze en deze kant gedaan worden. Dus je moet opletten. Dit is de buitenkant van de kaart en dit zit aan de binnenkant. Nou, nou kunnen we, als je wilt, kunnen we hem al vastplakken. Dan vouw ik hem dubbel op deze lijn. Dus niet op deze. Want dit is zeg maar de middenvouw. Nee, ik vouw hem hier op dubbel. En dan doe ik aan deze kant tape. En dan plak ik hem hier vast en dan zet ik hem straks rechtop en dan zit hij gelijk goed. Dus dat gaan we nu eerst even doen. Ik neem even wat breder tape, want ik heb een plakstrook van 1,5 centimeter. Dan neem ik even een tape van, ik meen 12. Zo. Ik heb dus echt verschillende maten tape. Dat vind ik zelf heel makkelijk. Nou. Als ik het goed doe en ik leg het goed uit, dan haal ik dit er dus af, een stukje. Ik vouw hem om en ik leg de kaart plat neer. Dan zou die, oh, dan moet wel natuurlijk dat beschermlaagje weg, want anders dan plakt het niet. Zo. Dan haal ik het eraf. Kijk, dan hebben we dus dit. En dan moet hij dus ook, als je het goed hebt gedaan, dan gaat hij zo plat en hij gaat zo plat. Zie je? En dan heb je dus dit. Goed, dan gaan we eerst de zijkanten kleden. Daar heb ik een stukje voor van 2,5 breed, want dit stukje is 3. Dus 2,5 bij 13 hoog. Dat komt hier. Ik heb voor hetzelfde papier gekozen. Maar als je dus thuis met je eigen spullen aan de gang gaat, dan moet je gewoon kijken wat leuk bij elkaar past. En dat dus zo combineren. Je kan wel een heel andere kaart krijgen. He, want kleuren doen natuurlijk ook heel veel. Zo. Nou, dit doen we hier. Dat is één kant. Want dit moet je wel eerst doen, want anders kun je er straks niet meer bij komen. Even kijken. Ik heb hier nog meer. Oh, even kijken. Nog meer kijkers. Dus, het is vrijdag de 13e. Ja, inderdaad. Ook al gebeurt het nu opgestart, keer op keer opstart, de helpen bij mij niet helaas. Goedemiddag Tineke. Nou, ik hoop niet dat jij ook een probleem hebt met het ontvangen. Ik kan er echt niks aan doen. Maar misschien is het wel waar, Pietje Puk. Het is vrijdag de 13e. Nou. Dus moeten we eigenlijk dan niet meer live gaan op vrijdag de 13e. Zo. Nou, deze zit alvast. Haal ik even de andere kant eraf. Ik had beter eerst die. Oh ja, ik had die breien eraf. Nou komt die. Nee, die breien zitten nog op. Nou ja. Zo, oké. Okay. Nou, en dan gaan we ook nog even de voorkant doen. Nou, dit stukje was 5 centimeter, hè? Ertussenin. Even voor zekerheid even nameten. Ik ben 5 centimeter opzij gegaan. En dus dit is 4,5. Bij 13. En dat komt dus hier. En ik vond dat lichte blauwe wel leuk. Dat is ja, een beetje lucht met sneeuwvlokjes. Het is natuurlijk winter. En dus die plaatjes die erin zaten. Ik heb wel, ik zal hem even neerleggen. Ik heb al die witte randjes weggeknipt. Want ik vind ze niet mooi. Soms zijn ze zo vreselijk breed. En ja, ik vind het niet mooi. Het is misschien makkelijk met knippen. Vooral als je een beetje moeite hebt met knippen. Maar ik heb ze dus weggeknipt. En dan vind ik gewoon dat die beestjes, die figuurtjes beter uitkomen. Maar dat is, zoals ik al vaker heb gezegd, persoonlijk. Dat mag iedereen zelf weten wat hij doet en wat hij wil. Kijk, zo. Nou. Die zit erop. En deze. Het is een heel simpel, makkelijk kaartje. Het is alleen een kwestie van
secuur rillen en vouwen. Hè? Nou, dan hebben we dus deze strook. Nou ga ik die strook eerst even bekleden met designpapier. Dat is nu makkelijker, want hij ligt hier. En hier komt dus een donker stukje op. En aan de zijkant hier komt ook een donker stukje. Ik vond dat wel leuk afsteken. Deze strook was dus 6 centimeter hoog. Dus dit is 5,5 centimeter hoog. En dit gedeelte, we hebben hier 1,5 en 3 is 4,5. Van de 14,5 hou je dus 10 centimeter over. En heb ik dit strookje dus op 9,5. Dus dit is 9,5 breed. Het is simpel, eenvoudig. Carla, hi. Ja, Carla, nou ik had het aangekondigd, eigenlijk onverwachts, want het is natuurlijk vrijdagmiddag en ik dacht, nou het is 12 uur en komen er nog geen mensen in de winkel. Ik heb al klanten gehad en mijn zoon die had al mijn broodje gemaakt, maar dat eet ik straks wel op. En mijn thee staat er ook nog, maar goed, die is goed heet, dus dat is niet zo erg. En toen had ik op Facebook al aangegeven, ik ga toch om 12 uur even dit kaartje laten zien. Maar niet getreurd, hij komt ook op YouTube. En dan kun je het in alle rust terugkijken. Daar zet ik ook de maten eronder weer. Dus dan kunnen jullie het allemaal rustig overschrijven. Nou, ik denk dat ik hier een klein foutje heb gemaakt. Want ik had eigenlijk, ja ik weet het al, ik had dit papier had ik eigenlijk bestemd voor hier. En toen dacht ik dan al, nee, ik doe toch dat lichte. Dus toen dacht ik, nou ik neem dit stukje. Dat had ik al afgesneden. En dat past dan waarschijnlijk wel. Maar dat past dus niet. En dit wel. Dus ik moet hier even een nieuw stukje voor snijden. En even kijken. Ja, dat heb ik nog. Dus we maken even een nieuw stukje van 5,5 centimeter hoog. 1, 2, 3, 4, 5 en een half. Dat is hier. Zo. En dat zei ik, 9,5 centimeter, nee, ja, 9,5 centimeter breed. Nou, dat doen we even hierop, op de mat, zo. 9,5 is hier, zo. Zo, nou, dan gaan we die nog een keertje doen. En dan klopt het wel. Dat heb je als je te zuinig bent, hè. Ik dacht, nou, dat stukje red ik wel, maar ik vond het toch niet zo mooi. Nou. Zo. Ik had gisteren ook een vraag van iemand over die orka die erop zit. Want of ik daar stansjes van had om uit te stansen. Maar helaas, die heb ik niet. Die orka die zit dus in dat pakket. Nee, die heb ik niet nodig. Deze. Kijk, nou is die wel goed. Dan zijn de randjes, de witte randjes, niet zo overdreven groot. Dus, die gaat hierop. En... Zo. Kijk. En dan hebben we dat kleine stukje nog. Van 2,5 bij 5,5. En dan gaan we dus dat strookje ervoor plakken. Ja, het werd dus de side step kaart genoemd. Dus ik heb dat maar overgenomen. Want ik weet ook niet hoe je zoiets eigenlijk een naam moet geven. Kijk. Nou, die gaat er niet. Ik heb even gedacht om ook die lichte kleuren hier te doen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar aan de andere kant, het breekt ook een beetje, want anders wordt het wel erg lichtblauw allemaal. Zo. Nou, dat is klaar. En nu moet hij dus hier opgeplakt worden. Nou, dan leg ik hem weer plat. En ik ga deze
dit stuk hier vastplakken. Op dit gedeelte. Nou, om te kijken van hoe ver kan ik ongeveer komen. Ik weet dat dit 5 centimeter is, dus ik zet eventjes bij 4,5. Zet ik eventjes een streepje. Zo. Dit is bij 4,5. En dan weet ik dus dat hier kan ik tape plakken. Dus zien. Ik gebruik inderdaad nu het bredere tape. Want dan heb je niet zoveel nodig. En je kan het natuurlijk ook met lijm doen, hè? Dat is logisch. Maar ik vind dit wel prettig. En ik doe ook meteen hier tape aan. Dan zit het er maar vast op. Zo. Nou, die kan even aan de kant. Nou, dan gaan we dus even kijken hoe we hem hier vast gaan zetten. Nou heb ik hem dus. Hier staat hij rechtop. Ik vouw hem dus nu naar buiten. Dus niet zo, maar zo. En dan leg ik dus mijn strook hier vast. Nou, ik haal vast van het ene stukje een puntje los. Zo, klein stukje. Leg hem weer neer, want hij moet precies gelijk met de onderkant en met de zijkant. Kijk, en als je hem dan zo neerlegt, dan weet je zeker dat je recht zit. En dan haal je dat eraf. Dan zit hij hier. Nou heb ik hier een paperclipje. Want het punt is, als het eenmaal vast zit met het scoortape, dan krijg je het niet meer los. Hè? Dus ik zet hier even die paperclip. Die doe ik aan de binnenkant even zo vastzetten. Zo. Dan zet ik hem rechtop. Kijk, en dan is die goed. En als ik hem dus nu plat leg, dan blijft hij dus ook goed. Dus dat is even een tip. Als je zoiets maakt, dat je het dan zo neerlegt, dan kun je dit hier ook vastplakken. En dan weet je zeker dat je goed zit. Dat hij ook recht is. Nou, dit gaat eraf. Dus ik haal eerst deze nog even eraf. Die tweede. Want dat is zo. En dan zit dit stukje zit goed vast. En dan hebben we deze. Dit gaat eraf. Ik leg hem dubbel. En ik, zodat het een klein puntje uitsteekt. Ik leg hem hier dubbel. Ik haal het eraf. Ik druk hem nog niet helemaal aan. Ja, hij is goed. Dus nu kan ik hem aandrukken. En dan heb je dus dit modelletje. En zo kijk je erin. Dat is alles. Dus een kind kan de was doen, hè? Het is heel simpel. Maar nou heb ik om te versieren nog wat van die plaatjes uitgeknipt. En ik heb een malletje van Sissix en dat zijn, is eigenlijk een landschap. Nou, en dat landschap, dat heb ik dus, dat zijn, eigenlijk bestaat het uit 3 delen. Dat loopt dan een beetje zo rond en dat gebruik ik ook nog wel eens voor sneeuw. Dus ik denk dat is leuk. Ik ga hier dus dit in de sneeuw doen. Met deze plak ik dus met tape op en deze met foamtape. Dat had ik me zo bedacht. En dan doe ik even aan de rand van. Ik heb ze wel kleiner gemaakt, want ze zijn deze strookjes, deze landschapstrookjes zijn 14 of 14,5 centimeter. Dus ik heb ze aangepast hier aan de maat. En het designpapier was 9,5 en deze zijn dus ook 9,5. Want ik wil ze dus hier op het designpapier plakken. Nou, dan hebben we nog deze en die komt er dan. Oh, wacht even. Haha, ik draai precies om. Nou ja, ik laat maar. Dus ik schuif deze er wel onder. Nee, niet waar. Jawel. Hij moet eronder. Want anders dan zie je deze niet. Kijk, ik kan hem er wel boven doen. Maar dan is het, nee, dus ik doe hem er wel tussen. Nou, oké. Zo. Dan doe ik die ook alleen maar met de tape aan de onderkant. En aan de zijkant, dan neem ik even een smal stukje tape. En hier ook. Zo. En dan doe ik hem alleen aan deze kant even vast.
Nou, eens even kijken of we die er nog onder peuteren. Dit, dit. Nou haal ik wel even alle beschermlaagjes weg. Zo. Til hem een beetje op. Zo. Goed, nou dan doen we het zo. En van die beestjes die overgebleven zijn, heb ik dus, ik heb hier een tak. Dat is een takje van Marianne die zei. Die heb ik dus gestanst. En ik gooi het er even uit, zo. Ik heb dus nog wat bomen. Dit is een dolfijn, maar die gebruik ik niet. Dit is de ijsbeer, die wil ik gebruiken. De poolvos, die wil ik gebruiken. Ik had dus gisteren die wolkjes gemaakt en daar heb ik de tekst, ik heb eerst de tekst gezet en toen uitgestanst met die wolkjesstans, maar ik wil hier dus nu deze wolkjes zonder tekst doen en de tekst uit het papier halen wat erbij zit. Dan heb ik hier ook nog een wolk. Toen dacht ik eerst nog van nou, die kan hier misschien achter als sneeuw, maar dat doen we dus nu niet. En er zitten ook drie uiltjes. Er zitten drie uiltjes op. Dat zijn allemaal uitdrukvelletjes, uitdrukfiguurtjes. En een hertje. Nou, het hertje is niet echt handig, denk ik. Want we hebben dus een ijsbeer en een poolvos. Verder heb ik nog wat bomen. Die had ik al een keer ergens vandaan. Die had ik in het bakje gegooid. Die ga ik dan misschien ook wel even gebruiken. Die uiltjes wil ik op die tak gaan zetten. En toen dacht ik van, nou, ik doe de poolvos hier, in de sneeuw. En ik doe de ijsbeer een beetje zo hier. En de wolkjes hier bovenaan. Dan hier straks een tekstje. En die tak, die moet dan even kleiner geknipt worden. Want anders past die niet. Dus ik kan, ja, helaas, ik moet dat laatste stukje eraf halen. Het is een tak van Marianne Design en die zit bij de pinda, hoe heet het, pindahanger. Dat was van de herfst en er zat een pindahanger bij. Kijk, en als ik die tak dan hier aan de zijkant ook nog een klein stukje afknip, dan past het net hier op de achtergrond. Zo, en dan gaan we die tak eerst vastzetten, een beetje, met een beetje lijm. En toen had ze alles gepakt behalve de lijm. Mm-hmm. Nou, dus ik ga me even deze en deze. En zo. Nou, ik hoef gelukkig niet de deur uit om het te pakken. Ik even een beetje doorpompen, want ik heb hem al maanden, echt maanden niet gebruikt. Want deze staat normaal op tafel van de workshop dingen. Dus, nou, je ziet het. Even een beetje, zoals ik noem, doorpompen en het doet het. Hier zit dus ook die Dutch Doobadoo lijm in. En ik ben anders niet zo'n merkenmens, maar dit is echt hele fijne lijm. Zo. En dan gaat deze tak een beetje op deze hoogte. Zo. Die doen we straks, hè. Want ik had gedacht, ik vind die uiltjes wel erg schattig. En het is een kleintje, een iets grotere, een fractie groter en een grote. Nou, dan wil ik die grote hier zetten. Ja, doe ik ook maar met lijm. Anders dan had ik het wel met foamtape kunnen doen. Ik zet hem hier op die tak. En die twee kleintjes, die wil ik dan op deze tak zetten. Vind ik wel leuk, toch? Hè? Even kijken. Oh, er zijn een heleboel kijkers bijgekomen, zie ik al. Goedemiddag. Allemaal nog. Oh, wat leuk, wat gezellig. Nou, goeiedag. Ja, was een verrassing, hè? Ik had wel eventjes van tevoren gezegd, maar ja, het was een beetje kort dag, hè? Nou, kijk, we hebben hier een uil. Ups. Hij zit niet in de olmen, hij zit op een oude tak. En zo, een beetje. Zo. Nou, even mijn speld er weer in, want anders dan gaat het niet goed. Goed, dat zijn de uiltjes. Toen dacht ik, nou, ik heb nog wat bomen. Waarom zet ik niet hier een paar bomen? Nou heb ik deze. Maar ik heb ook nog zo'n dit. Misschien ook wel leuk. En ik heb ook nog een paar sterretjes. Nou ja, die kunnen we altijd nog een plekje geven. Ja.
Ik denk dat ik die lange boom aan de buitenkant zet. Dat is eigenlijk wel leuk. Ik heb die dingen ooit een keer gestanst. Maar toen hoefden ze niet in het wit, want toen moest ik ze in het groen hebben. Mijn ster ging er vandoor. Het was een vallende ster, net als vannacht. Ik heb het niet gezien. Ik ben het ook vergeten, eerlijk gezegd. En ik heb gewoon lekker geslapen. Dat is ook wat waard. Zo. Nou, dan doen we die boom ook nog. En dan doen we misschien toch maar die leuke rechte boom. Die zijn dus van de Craftables van Marianne Design. Ik dacht bij Marleen dat die ze had ontworpen. En ja, het is een beetje een moderne boom. Kijk, als ik die nou half tevoren zet zo, hebben we hier drie bomen. Ach, een bos. We hebben een bos. Ik moet wel eventjes een beetje lijm hieronder. Ja. Zo. Nou, je moet wel even blijven zitten, hè. Zo. Speld erop. Hup. Goed. Nou, denk dat we dus de ijsbeer, daar doe ik een stukje foamtape achter. En ik heb hier foamtape van een millimeter. Zo. En die laat ik hier een beetje zo in de sneeuw staan. Dan hebben we ook nog de poolvos. Die krijgt ook een stukje foamtape aan de achterkant en een stukje op zijn staartje. Dat die, want het is, ik heb die randjes weggeknipt, dus het is allemaal een beetje teer. En dat het niet afbreekt. Zo. En die zetten we dan hier vooraan in de sneeuw. Zo. Ja, dat is dus niks voor het hertje, hè. Want ik heb hier een hertje, maar dat hertje dat hoort er dan even niet bij. Nou, dan hebben we nog een paar bolletjes. Daar doe ik ook maar een dingetje foam achter. Dit is het foamtape van Joy van 5 mm breed. Dus de helft van de normale maat. Een millimeter dik. En ik vind het heel fijn, want je kan het gewoon op maat knippen. En kijk, dan leggen we hem weer even plat. Een wolk hier. En dit is de andere kant van de wolk. Zo. En dan gaat er nog een wolkje op. Zo. Kijk. Nou, dat is toch leuk? Ja, dat hertje past niet hier. Kijk, dat past er niet. Daar heb ik geen plekje voor. En ik kan het ook niet. Nee, hertje doet even niet mee. Gaat even bij de dolfijn. Goed, dan hebben we nog een paar sterretjes. Maar even kijken of dat leuk is. Of ik een sterretje bij plak hier. Ja, het zijn een beetje grote sterren. Die zijn weer uit een stansrand gekomen. En nou ja, zonder weg te gooien. Maar je kan natuurlijk ook gewoon sterretjes zo plakken, hè? Want het is de lucht. Ik doe dat gewoon. Zo. Kijken. Zo, een beetje lijm erop. Een beetje. Oh. Nou, die was al omgevallen. Straks meteen mijn mat even schoonmaken. Want hij is een beetje vies van het kranten. Ik puzzel altijd 's morgens. En dan zit ik aan de andere tafel in de winkel en dan ligt die mat hier. En dan ligt de krant erop. Nou, die is helemaal zwart, dus die moet ik weer even een sopje geven. En dan krijg ik het er wel af. Nou, en dan hadden we dus die teksten. Zo'n strip met van die teksten. Dat zit ook in het pak. Nou, er staat van alles op. Koud, hè? IJzig koud, winter, brr, wat is koud? Wintersport, winterpret, sneeuwvlokjes vallen. Ik wil gewoon hier een ijskoude wintergroetje zou ik kunnen doen. Maar die kan ik ook hier doen. Dat is misschien wel leuk. Even kijken of er nog een kleiner is. Wint er geen doekjes om. Oh kijk, ik heb hier een kleine letter wintergroetjes. Het zijn stickers. Dus kijk. Wintergroetjes. Zo.
Kijken of die... Ja, hij zit wel, hè? Kijk, dit is wel leuk. En dan... ja, ik heb hier goede kerstdagen. Maar ik weet niet of dat past. Mist eronder. Zo. Dat die... Oh, kijk. En een mooi nieuwjaar. Nou... Dat kunnen we natuurlijk ook hier doen, hè? Zo. Kijk. En dan hier de goede kerstdagen. Maar, dat is een beetje te breed. Weet je wat? Ik knip hem gewoon door. Zo. Dan doen we hier een beetje schuin. Zo. Goede kerstdagen. Nou, dat kan wel een beetje bij elkaar zo. Goede kerstdagen en een mooi nieuwjaar en kerstgroetjes. Oh, ik kan hem laten liggen natuurlijk, hè. Ik ben nog steeds gewend om hem om te draaien. Nou, ik denk dat het wel leuk is geworden. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik heb weer een kerstkaart. Want ik heb vorig jaar, heb ik verteld, heb ik veel te weinig kerstkaarten gehad. Dus ik moest zelf erbij maken. En nou, dit wordt er ook weer eentje. Nou, het is, even kijken, 10:50, dus het is niet eens zo'n grote live geworden, maar hij is natuurlijk, denk wel leuk, hè? Beetje laat, maar toch, kijk, nou, Akina, ik ga hem dus straks op YouTube zetten. Ga ik ook even de maten erbij zetten. En als jullie, dan kunnen jullie terugkijken om hem na te maken. Nou, dames, allemaal, ik zie vandaag geen heer erbij. Martin, die heeft het zeker gemist. Want meestal is Martin een vaste kijker bij alle lives op Facebook. Leuk altijd. Nou, ik vind het jammer dat het beeld zo stoorde, Annie. Helaas. Het is niet anders. Ik kan er echt niks aan doen. We houden het inderdaad maar, wat Pietje Puk zegt, vrijdag de 13e. Hè, dan hebben we in ieder geval een smoes. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. Geniet nog even van elkaar en van de dingen. En misschien komen er nog lives. Ik weet het niet, want... ik zei laatst ook dat er lives kwamen, maar die waren waarschijnlijk in een besloten groep, want ik kon het niet vinden. Maar goed, dat is ook niet belangrijk. Er zijn genoeg leuke dingen te zien. Dames, nogmaals bedankt en jullie zien mij zondag weer om 10:00 met de kaart. En die komt uit het Hobbyjournaal 196. Dus daar kan je hem eventueel ook nog opzoeken. En dan spreken we elkaar weer. Nou, nog een fijne dag. Doei doei!